Dat is voornamelijk gebaseerd op de verklaring van mevrouw zelf. Zij heeft aangegeven dat ze op enig moment is bevallen van een dochter, wederom. En dat dat meisje huilde en dat dat meisje een paar dagen heeft geleefd. Dat ze er ook wel voor heeft gezorgd. Op de zitting was ze daar niet heel duidelijk over. Bij de politie heeft ze daar wel wat meer over verklaard. En ze heeft verteld dat ze het babytje op enig moment in bad heeft gedaan. En dat ze naar beneden is gelopen en toen is ze weer naar boven gelopen en toen lag het kindje dood in bad.